Mijn naam is Gerjan Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik erbij gepakt van Burton de Cartel X-binding. En de kartelbindingen die zijn natuurlijk aardig wat veranderd sinds afgelopen 2 jaar. En dit is eigenlijk de kartelbinding, maar dan de lichtere en nog directere variant. Hij komt in zowel EST, zoals we hem hier zien, en in Reflex uit. Dat wil zeggen dat de EST past eigenlijk alleen en dan ook het beste op de Burton boards. De Reflex variant past op eigenlijk elk board, inclusief de Burton boards. Dus daarin kun je even kiezen wat jij wil. De twee soorten, eigenlijk allebei 45% short glass nylon legering in de baseplate. Zorgt ervoor dat die toch goed flexibel blijft, maar wel wat directer wordt. Draagt gewoon de krachten wat beter over naar jouw board. Dan heeft hij de hammock strap. Vormt gewoon goed naar jouw boots. Niet te flexibel, niet te zacht, zodat hij toch goed direct blijft. Maar hij vormt gewoon goed naar jouw boot. En natuurlijk hier bij de tenen ook de relatief zachte toe strap. Natuurlijk gewoon de aluminium. Burton buckles, al jarenlang hartstikke goed. Die veer die wordt eigenlijk nooit lam erin ook. Hartstikke goede buckle verder. Dan heeft hij natuurlijk nog de highback hammock. Zorgt ervoor dat jouw schoen als het ware wat vacuüm wordt gezogen in de highback. En zorgt ervoor dat hij ook goed op de plek blijft zitten. Daarachter vind je nog de forward lean adjuster. Kan je toch nog bepalen in hoeverre jij wil dat die highback naar voren of naar achter leunt. Ook nog natuurlijk tool adjustable. Geen gezeur met kruiskopschroevendraaiers op de berg. Je kan gewoon heel makkelijk alles zelf instellen. Mocht je nou meer willen weten over bijvoorbeeld deze binding of over andere bindingen, kom dan vooral even langs in de winkel. Dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan op www.downtown.nl. Dit is de Burton Cartel X.